lieve vrienden. Ja, het is alweer een vrijdag. Ik moet om 12:30 op fysiotherapie wezen. Dus ja, ik heb nog tijd zat. Het is nou, die klok die geeft een rare tijd aan. Dat is een batterij. Ik heb het 10:50, die bijna. En die heeft alweer water. Nou, even kijken wat Frodo doet. Die is aan het rondsluffelen. Maar ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, en gisteren dus een nieuwe pc gekocht. Hij lijkt hoger dan dat mijn vorige was, maar dat is die ook ziek nou. Ietsje, niet veel, maar toch wel. Ik hoef niet meer laag te bukken met mijn hand om hem aan te doen, want de knopjes zitten nou bovenop. Oh. Die zit nou hier. Ja, hij is dus nog uit. Nou, kijk eens hoe mooi die is. Mooie kast. Daar zit een glas, tenminste of plastic. Kun je doorheen kijken wat erin zit. Dat zat bij mijn vorige ook. Wat is het te blaren? Ja? Ineens van je. Meeuw, hè? Ja, meeuw. Ja, zeg maar, ik wil eten, vrouwtje. Ja, dat komt ook goed. Ja, vrouwtje moet ook eten. Je moet eten. Maar ik denk, ik vlog dit keer eerst. Ja, mag het. Ja, komt helemaal goed. Ja, komt helemaal goed. Dus ja, dat was weer een hoop geld. Wat ik gisteren in één keer eraan kwijt was. Maar ja. Dan heb je ook wel wat. Zeker weten. En ik ben er blij mee. Hij gaat, ik weet niet hoe snel. Dus alleen maar blij. Die andere ging zo traag. Nou, het leek wel olie wat heel langzaam naar beneden liep. Wou jij binnenkomen? Nou, komt u er maar. Nog meer? Kan dat? Goed zo. En dan moet jij de kap af, hè? Oeh, wat een gaap. Hé, was dat een gaap. Oei, jee. Dus ja, ik ben er alleen maar super, super blij mee. Enkel dat is nou heel zuinig aan het leven. Anders, een houtje bijten, zeggen we dan, hè? Nou, zolang de dieren maar het eten krijgen, vind ik het best. Ja. En voor mezelf keert genoeg eten in huis. Dus, komt allemaal goed en ik wens jullie allen natuurlijk een hele fijne dag toe, want het is prachtig mooi weer. En ik hoop van harte dat we andere week ook dit weer ongeveer hebben. En dan ken ik er wel tegenaan met de avondvierdaagse. Ja, want daar heb ik me ook alweer voor aangegeven voor de avondvierdaagse. Ik heb het ook al betaald, dus dat is ook allemaal geregeld. Dat maandag sta ik dus wel weer bij de start en ik neem jullie mee. Zowel de GoPro, zowel deze. Wanneer ik eraan toe kom om het allemaal te gaan renderen, dat zien we dan wel weer. Want daar kom ik van de week ook niet aan toe. Dus we zien wel hoe het allemaal gaat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Want ik weet ook niet of ik vandaag veel ga filmen. Want straks komt Rebecca, vanmiddag komt Astrid. Ja, en jullie weten het, er zijn altijd mensen die liever niet hebben dan wel. Of het niet mogen, omdat het van de baas niet mag. Daar moet je toch ook om denken, vind ik. Een beetje respect voor je medemens hebben. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot later. Ja, lieve vrienden. Het is al lang alweer avond. Het is 22:13. Ik ben druk bezig. Ik heb al een paar filmpjes gerenderd. Die moeten nog naar YouTube toe. Dat gaat een stuk sneller dan voorheen. Ook doordat de videopad nieuwer is, komt het ook door. Ik krijg het nou voor elkaar om met dat nieuwe programma die ik van Karin al
nou vorig jaar al, of weet ik van wanneer, gekregen had. Lukt me nou wel, want ze hebben even geholpen om hem te installeren zoals het behoort, hoe het eruit moet zien, dat ik mijn werk kan doen met dat ding, ja. Dus daar ben ik nog wel lekker mee bezig en weet hoe dat verder werkt nou zo'n beetje. Dus het komt allemaal goed, dat ik ga lekker een plaatje maken. Nou ja, en jullie weten dat Astrid zijn geweest. Nou ja, die is al lang en lang al breed weg. Ja, ik was het helemaal vergeten. Ik was ook drukdoenderig en bezig. Buiten aan het werk, plantjes water gegeven. En ja, dan vergeet je soms weer eens even te vloggen, hè. Omdat je te druk hebt met andere dingetjes. Hé, kerel. Frodoetje. Ja, nou. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Ik heb niet veel gevlogd, maar dan kan de pret niet boeien. Nee. En ja, ik ben gewoon super blij dat ik een mooie computer heb die lekker snel werkt. En dan ook nog een programma erbij die snel werkt. Dus ja, wat wil je dan nog meer? Ja, ik ga nu lekker verder. Ik wens jullie een genoeglijke, liefdevolle avond toe. En voor straks wel te slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen. En een prachtig, mooi, liefdevol weekend. Want we krijgen prachtig mooi weer, is er ons beloofd. Dus ja, we zullen het merken. Ja toch? Zeg, tot dan. Doei, doei. Ja, goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag op zaterdag. En we leven op 1 mei om 12:59. Vanmiddag krijg ik bezoek. Jan van Dam is weer gezellig onderweg hier naartoe. Ewen die vraagt om eten. De rest willen eten, maar ik kan ook zelf eten. En ik moet nog een hoop opruimen, de vaten wassen, inruimen. Ik ben bezig 2 tegelijk naar YouTube te brengen. Dus wat wil je nog meer? Dat met een nieuwe computer. Had ik met mijn oude niet kunnen doen hoor. Nee. Maar ik wens jullie wel van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En het is warm, ik heb de parasol buiten staan, ik heb de deuren open. Dus ja, het is genieten. Maar ik moet toch ook even aan het werk. Weet je, dat gaat allemaal door. Ik ga eventjes eerst een beetje met de hand even afwassen. Dat heb ik voor de dieren nodig. En dat staat in de week. Dus dat is zomaar schoon. En ik word steeds warmer. Ook dat vind ik niet leuk voor mezelf. Laat staan voor jullie. Ja, dat is gewoon niet leuk. Hè? Nee, hè, meisje. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van de dag. Gaan wij ook doen. En natuurlijk kom ik retour. Ja, tot straks. Nou, helaas komt Jan van Dam niet. Nee, die had een hele grote vertraging. Dat hij zou dan vanmiddag pas om 14:45. Nee, 15:45 aankomen. Ja, dat is de moeite niet, hè. Dus hij gaat gewoon weer terug en dan is hij pas vanavond om 8:30 weer thuis. Ja, kijk naar aan. Vreselijk, wat een dag, wat een dag. Ben je even op reis naar iemand toe en dat met dit weer, in die warmte. Ja, het spoor, hè, dat weet je, hij moest het grote gedeelte weer met de bus. Dus ja, ik weet het ook niet, ik vind het wel sneu. Zowel voor mij, zowel voor hem. Maar ja, wat doe je eraan? 2 keer niks. Dus ja, dat wordt dus niet Jan hier, nee. Nou ja, ik heb net de vuilnisbak gedaan. Ik ga zo meteen de vaatwasser doen en dan moet ik nog naar boven toe de kattenbak doen, want dat heeft Rebecca niet gedaan. Ja, de reden, ja, dat zegt mij genoeg. Dus komt in orde. Dus ook ik heb het druk. Ja, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer retour. Ja, en back af. Maar ik was bijna thuis. En ik had al gezegd, Jan van Dam, die komt niet meer. Want hij had overal pech en trammeland en onderweg met die bussen, treinen, boel. Weer werk aan het spoor, dus je moet weer met de bussen, noem maar op. Maar ik kwam thuis en die komt er net weer aangelopen richting de Dekamarkt. Ja, ik ben toch gekomen, ja, zeker. Ja, ik had hem met de bus om 12 uur bij mij vandaan. En wat gebeurde er? De ketelbrug die stond open. Toen moest de boot onderdoor, dus met een lange mast. Ja,
Ik ben zo laat in Lelystad, dus ik moest een andere trein pakken van een half uurtje later. Ja, en dan kom je vanzelf weer heel laat. Ja, en deze hier, trein, en in Amsterdam Centraal was ook nog een trein. Ik kon gelukkig net instappen, de trein uit Nijmegen. Je had ook een vertraging van een kwartier, dus ik ben gelijk ingestapt. En nu was ik toch nog om 3:10 in Den Helder. Ja, en kijk, mijn lamp is binnen. Die staat nou achter de camera op de statief. Ja. Ik zal het gehele mikmakkie wel vandaag of morgen even filmen met mijn mobiel. Komt helemaal goed. Ja, ik ga nou een bakje koffie maken. Ja, daar hebben we allebei natuurlijk wel zin in. Oh ja, ik heb nog maar één bakje koffie gehad voor vandaag. Ja. Dus mag ook wel. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een glimlach. Doe ik ook. Doei doei! Okay. Ja. Nou, onze Jan die gaat ons weer verlaten. Ja. Die gaat weer met wat voor vervoer rijden. Met de trein en bus. En hoe kwam je hierheen dan? Ook wel, dat was met de bus, trein. Oh. Hetzelfde idee. Mijn hemel. Ja, maakt niet uit. Ik ben om 11 uur thuis. Ben je om 11 uur thuis? Ik hoop om 11 uur thuis te zijn. En dan bel je even op, want ik ben thuis. Ik ben op mijn telefoon dat ik weer thuis ben. Oké, nou ik blijf nu zitten, omdat ik Karin en Roderick aan de telefoon heb te hangen. Zeker goed. Groeten Karin en Roderick. Karin? Ja. Er wordt... Groetjes. Groetjes en tot ziens weer. Oké, nou groetjes. Tot ziens. Oké, nou knuffel. Knuffel. Groetjes. Mwa. Nou, tot kiekers. Tot kiekers weer. Zo. Zo, kiekers. Ja. Nee, zo. Kiekers. Nou, doei. Zwaai. Nou, daar gaat hij. Goeie reis, man. Doei. Ja, oké. Nou, dat was onze Janneman dan weer. En dan moet ik mijn klepje weer omhoog hebben. Gaat ook alweer zo lekker. Zo, ja, daar was ik weer. Dus ja, hij is. Het wordt toch nog gezellig en druk, maar ik ben niet aan mijn werkzaamheden toegekomen die ik zou doen. Maar dat komt goed. Ja, ik zit ook met Karin en Roderick aan de phone. En ik heb iets zwaars in mijn handen momenteel. Die ga ik zo meteen ook weer even neerzetten. En dan hoef ik hem voorlopig niet meer op te tillen. Nee. Ja, even verzetten, meer niet. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Tot later. Hoi, mijn vriendje. Hoi, mijn vriendje. Hoi, lieverd. Wat een licht, hè. Oh, wat een licht, hè. Boy, het verdikkie, hè. Kunnen we tenminste wat zien wat we zeggen? Ja. Hé, daar is ons prinsesje. Ja. Zeg het maar, mijn schat. Jij. Ja. Wat voor dikkie dan? Hé? Ja. Ja, lieve vriend, ik moet nog wel even wennen, want het is een zwaar materiaal allemaal. Ik zal eventjes morgen, of zo, even met mijn mobiel het gaan filmen. Wat ik dan in mijn handen heb. Grote bouwvakkerslamp voor wat er bovenop. Maar het is ook zwaar hoor. Ja, ik kan het er ook amper houden. Maar ja, wat doe je eraan? Zo, ik heb het nou maar even neergezet. Dat blijft me wel even wat beter toe. Maar ik was even bezig koffie te maken. En ik zal nog even een chipje pakken. Ik zit op Facebook en ik moet zo meteen een film binnen YouTube brengen. Dat wordt dan 1, 2, 3 uur. De vierde geloof ik. Ja, die vandaag naar YouTube gebracht wordt, dus het gaat goed hier aan deze kant. Maar oké, lieve vrienden, ik moet ook wel opschieten, want maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag hebben we hier ook de avondvierdaagse. Dus dat is 3, 4, 5, 6 juni. Dus dat is de laatste dag. 7 juni, dat is vrijdag. Dan had mijn lieve mannetje jarig kunnen zijn.
Ja, dan had hij alweer 56 jaar kunnen worden. Ja, kun je nagaan, hè? Ja, meisje. Zo, wat is het dan? Wat is het dan? Wat ben je dan? Meeuw. Potje dikkie. Meeuw. Maar oké, lieve vrienden. Ik zeg, geniet lekker nog van jullie avond. Ik zeg voor nu. Welterusten. Ho, ho, ho. Welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En een gezegende zondag. En degene die naar de kerk toe gaan. Ook een gezegende, liefdevolle kerkdienst geweest. Ik zeg, tot dan.